houdt iedereen? Vandaag ben ik een goede jongen. Ik ben veranderd. Ik voel het. De vorige keer was ik van school getrapt. Maar vandaag ga ik weer terug naar school. En laat ik al die f***ing bullshit achter en begin opnieuw. Vandaag speel ik namelijk dan eindelijk, maar dan ook eindelijk de multiplayer van Bad Guys at School. Disclaimer, disclaimer. Er wordt veel gelachen in deze video. De bedoeling van deze multiplayer is ook wel. Wilbo is de docent. Ik ben de klootzak. Ik moet diverse soorten missies doen en Wilbert moet mij tegenhouden als docent. Willen jullie vaker deze multiplayer? Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. En vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. En dan is het nu tijd voor Bad Guys at School. De directeur wil een speech geven. Ga allemaal naar het podium. En als je niet gaat, kun je een pijnlijke dood verwachten. Dames en heren, welkom. Welkom allemaal terug bij het nieuwe schooljaar. Ik heb wat goed nieuws. Hou je mond! Wil je mond even houden? Oh, het spijt me, het spijt me. Het mocht niet doen, oké? Het is hartstikke goed. Het gaat bij mij, want ik ga over een paar weken trouwen. Dus het is super spannend allemaal. Ga je trouwen? Ja. Dat vind ik wel enig. Ik word gebeld door mijn vrouw. De komstige vrouw. Oké. Okay. Nee, maar... Doe het niet uit. Mee, kom op, laten we erover praten. Laten we erover praten thuis. Splitter. Nee, ga goed. Hey, meneer, ga even verder maar met je speech. Alles gaat nog steeds goed. Het blijkt dat ik vanaf dit moment niet meer ga trouwen. Maar het maakt niet uit. Alles gaat goed. We gaan beginnen met... Alsjeblieft, meneer, lees dat dus. Kijk wat erop staat. Hé, waarom sla je me nou weer dan? Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Je gooit de papieren vliegtuig in, grapjas. Laten we even kijken wat erop staat. Hé, jij... Wat staat erop, meneer? Yeah! Wow, dude! Oké, dude, please! Ik had het niet mogen doen! Ik had het niet mogen doen! En dan probeer ik het enige wat ik wil, is een simpele beginspeech geven! Heb ik de positie als de nieuwe leraar van economie. En daarmee krijg je natuurlijk een opslag... Wacht even, ik word gebeld. Oh, je wordt weer gebeld? Oh, je krijgt opslag. Ik word weer gebeld door... Ik ben wel trots op hem, hoor, dat hij gewoon opslag krijgt. Je kunt mijn budget niet zomaar... Maar ik sta hier nu... Godver, oké! Daar ben ik weer! Het blijkt dus dat ik op dit moment minimumloon verdien. En dat ik dus niet meer kan mijn huis kan betalen. En gelukkig heb ik jullie. Ik vind het zielig voor u, oké? Ik vind het zielig... Je hebt me uit het raam geslagen. Weet je wat? Hier ga je spijt van krijgen. De bullenbak. Ronald Klootzak is terug, oké? Nou, zie je daar dan boven chillen dan? Hey, kijk eens even uit het raam, vriend. Wat wil je doen? Wacht, ik wil dacht lachen. Ik niet. Dacht je het niet hier? Oké, dat was totaal verkeerd. Ik ga populair zijn. Ik ga populair dan u zijn, vriend. Mijn leven is tenminste wel normaal als ik wat een aantal missies doe. Dus ik ga even naar de bullenbakjes toe, Wilbo. Zo te zien is mijn missie. Drive de schoolbus into the lake. Meneer, waar kan ik een schoolbus vinden? Weet je, ik heb 2 minuten de tijd, dus kun je dat alsjeblieft vertellen? Op de parkeerplaats, maar ik word... Hey! Hey! Het spijt me, oké. Wilbert, wat ben je aan het doen? Ik moet een schoolbus in het water rijden. En doe je dit? Nee, je moet helemaal niks. Ik ben jouw gedrag helemaal zat. Kom ik bij jou tot hier? Ik moet een schoolbus het water in rijden. En jij neemt me gewoon ergens mee met een touw. Mijn rug gaat langzaam open. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar de ziekenhuiskosten gaan naar jouw vriend. En je kan al je huis niet betalen. Laat staan mijn ziekenhuiskosten. Ik kan mijn huis wel betalen. Nee, wat brengt u mij continu aan het doen? Ja, ik heb een plan. Ik ben wel een beetje een depressieve docent, maar dan kun je niks doen. Ik zou ook depressief zijn met zo'n kop. Oh god! Wilbert! Wat? Wacht, laat je nou de school uit. Die zien we niet meer terug. Meneer, ik heb nog 17 seconden. Ik ga eventjes de bus pakken. En die rijd ik even het water in. Heeft dat een toegevoegde waarde? Nee, nope. Meneer. Nee, ik moet hem erin. Meneer. Meneer, ik moet... Nee! Ga je me nou onderrijden? Gap! Ga dat eventjes niet doen. Mission failed door jou. Probeer! Nee! Hij is gesnot, jong. Je hebt me vermoord. Dan gaat de ziekenhuis kosten, oké? Ik ben jouw gesodemieter echt met je rotkop helemaal zat. Waar ben je kaal, hè? Met een rotkop? Waar doe je me kaal? Ik ben helemaal niet kaal. Even kijken in het spiegeltje. Ga je in de autospiegel kijken? Ik ben kaal! Sinds wanneer ben ik kaal? Oh, goed, tuurlijk, dat kan... Hey. Ik wil dat je even je excuus aanbiedt. Dus ga maar even weg. Nee! Heeft u aan kleine kinderen gezeten? U heeft aan kleine kinderen gezeten, hè? Ik heb helemaal niet aan kleine kinderen gezeten. Ja, ik denk het wel, hoor. Waarom ben je docent geworden? Oh god.
Krijg omdat spijt ik van kinderen hield. Ik hield van kinderen. Nee, omdat Wilbert, ik cool vond. Omdat ik zelf 12 kinderen had. Wilbert, waarom lanceer je me nou de lucht in? Ik probeer hier mijn best te doen. Om verschillende soorten missies te doen. Om populair te worden. Maar dan heb je zo'n kwakjarig zoals jou die zo kut doet. Ik weet niet of dat een woord is, maar vanaf nu ben jij een kwakjarig. Jij denkt dat ik een kwakjarig ben? Hey! Ophouden! Oh, ik denk dat ik een kwakjarig ben. Ik zal je laten zien hoe cool en hip ik ben. Ophouden! Oké, ik zal laten zien hoe cool ik hip ben. Hallo hippe. Ah nee! Hallo hippe kinderen! Ik ben één van jullie! Ik vond het eigenlijk best wel zielig uitzien. Weet je wat? Ik ga er vandoor. Nee, waarom sla je me continu met een knuppel? Jij hebt een agressieprobleem! Snotjong, snotjong! Nee! Je broek is omlaag. Oh, dan ook nog met mijn hartjes onder broek, hè? Met mijn. Daar schaam ik me voor. Daar schaam ik me voor. Waarom koop je dan geen nieuwe? Mijn vrouw mijn onderbroeken voor me kocht! Ik wil met je praten. Er zijn een aantal dingen dat je verkeerd doet. Dit is wat jij doet. Dit is letterlijk... Dit is het probleem. Dit is wat jij bent. Ben ik een dik? Nou, wacht eens even. Weet je wat jij dan bent? Jij bent dan dit, oké? Dit. Nou, letterlijk. Nee, dude! Ga je me nou mishandelen? Je mishandelt mijn kantoor. Ga je nou letterlijk mijn kantoor bekladderen? Ik wilde alleen maar zeggen dat zijn de borsten van uw vrouw! Tijd voor mijn volgende missie. Ik ga er eentje naartoe. En mijn missie is gooi een nerd het zwembad in. Ook wel Wilbo. Wilbo, principal, waar ben je? Of is dat een loopblauw? Oh god. Hij komt dat papiertje naar me toe. Wat zit hierop? Joes. Ja, hier ga ik ook wat schrijven. Ik ben een goede leraar, oké? Okay? Hey, Kip. Kijk maar wat hierop staat. Lees het voor, vriend. Uno. Uno, ook wel. Jij zuigt. Ga weg met je... Ga weg met je... Oh, weet je wel, ik ga meteen een nerd pakken. Die gooi ik... Oeh, er is iemand doodgaan. Geld. Oké, okay, en gooi. Het is best wel raar dat ik je stem kan horen terwijl je niet eens in de buurt bent. Oh, waar ben jij? Ja, ik hoor wel mensen doodgaan door kippen. Hey! Niet met kleren in het zwembad, jij! Hey! Niet met kleren in het zwembad! Dude, jij... Oké, er zit niemand met kleren in het zwembad. Hey, waarom sla je mij nou zonder een reden? Hier. Oké, je hebt gelijk, ik sla je... Hey! Nee, Wilbert. Ga weg met je gravity gun. Ik sta op steven. Trek mijn broek niet omlaag. Trek mijn broek niet omlaag, okay, sorry, Mori. Oké, okay, laten we het uitpraten. Ik zal het nooit meer doen. Mwah. Ah! Wat doe je? Ik ben geen docent, ik ben een van jullie. Kijk, jullie zijn langer dan ik zelfs, dus... Yo, what's up, baby? Okay. Meneer, kunt u even weggaan? Ik moet even praten met deze grappies. Waarom moet ik weggaan? Blitsen, Niffo, ik hoor er gewoon bij. Weet je het zeker dat je erbij hoort, meneer? Ah! Ik even gaan praten met deze gasten. Zo... Win een gevecht met een atleet. Kunt u mij de weg wijzen waar een atleet is? Tuurlijk kan ik dat. Kom maar mee. Oké, okay, ik volg je. Kom maar mee. Kijk, hier zijn atleten. Oh, hier zijn atleten. Oké, okay, ik ga even los. Huppakee. Ik pak even mijn knuppel erbij. Het is tijd. Wil je met mijn cheerleader zijn? Oké, okay, deze slaan we in. Geef me een D. Geef me een I. Geef me een C. Geef me een K. Wat heb je dan? Dit. Ronald. Ik sla even deze atleet in elkaar. Zal ik even een puntje krijgen? Weg of zo? Ik heb een missie gehaald. 5 reputatiepunten. Nou, hier pak het geld maar. Hoe noemde je mij trouwens? Noemde je mij een dik? Ah! Wow! Nee, ik val ook nog in het gat des doem. Ik viel, ja. Ik ben bij het raket. De docent is nu niet bij de cool guys. Gelukkig maar, wat een loser. Echt een gore loser. Oké, okay. Is het goed als ik je huis in de brand steek? Meneer, kom eens eventjes naar de ingang. Dit ga jij enorm leuk vinden, oké? Okay? Dit ben jij namelijk. Ik ben heel creatief bezig. De meeste van mijn leerlingen zijn drugsdealers geworden, dus... Drugsdealers? Ik doe mijn best om ze te leren, maar dat willen ze niet. Sommigen zijn zelfs... Nog erger zelfs. Het zijn YouTubers geworden. YouTube? Oh, ja, maar dat zijn de verschrikkelijkste. Ja, die denken dat ze alles beter weten. Meneer, waarom heeft u een high vast? Jij bent een dik, dat is Wilbo en je bent satanisch. Sorry. Waarom heeft u een high vast? Oh, god. Wil je net zo'n brandpunt als ik hebben? Nee, hè? Pak mijn jetpack. Die heb ik gemaakt tijdens mijn science lab. En ik ga dat huis in de fik zetten. Het is tijd om Wilbert zijn huis in de fik te zetten. Wat verboden voor... Verboden voor Ronald? Nou, daar geloof ik niet in. Ik ga dit huisje gewoon inlopen, hoor. Oh, het ziet er zelfs even prachtig uit. Ik loop even naar boven, hè. Nee! Ik zie hier een laptop. Ik heb je huis in de fik gezet, meneer. Finish! Nee! Oh, de teachers hebben gewonnen. Je bent een lopen zelf. Yo, what up? Yo! Het is een nieuwe dag. Yo! Vrolijk.
Even high five, hey! Kom op, geef mij ook een high five! High five, yeah baby! Hoppakee! Zoals jullie gisteren hebben gehoord, heb ik geen vrouw meer. Ja. Heb ik geen huid meer. Ja. En heb ik zo goed als geen geld meer. Maar, er is een student door mij van school gestuurd. Hij was brutaal, hij was gemeen, hij wilde huis in de fik zetten, maar het is me gelukt. En dit... Wat is je gelukt? Kijk wat dit is. Er stond ga dood, loser! Ga dood! Ah! Meneer? Oh, wat dacht je daarvan? Meneer? Van, nee! Als ik jou op... Nee! Oké, laat ik even hè! Oké, we blijven zo! Is dit jouw... Nee, dit is het niveau, hè? Is dit het niveau? Ja, laat fuck! Is dit wat we willen doen? Ik loop in de lucht. Oh, hey! Hey! Yeah! Wat? Het regent nu. Wow! Het regent! Wow! Wow! Epic! Yeah. Wow! What the fuck? Wat oh gebeurt er? Oh my god! De wereld ontploft! Meneer, wat heb ik gedaan? De wereld vernietigd! De hele wereld staat onder water! Oh my god! Oh. Jesus! Ah!